Media Art Attack is een, bestaat uit vier delen. Enerzijds is het een kleine tentoonstelling, waarbij dat we proberen om alles wat dat video is te tonen. Dat kan gaan van ruis tot echt Hollywood narration, tot spanning. Anderzijds is het ook een tonen van Por Actief, van wie we zijn en wat dat wij doen. Dus Por Actief was uiteindelijk een video, een collectief van videokunstenaars en filmmakers. Dat was een heel kleine kern. En dat is een beetje waarom zijn wij samen gaan werken, een beetje uit een noodzaak. We willen, uiteraard, elke kunstenaar wil zijn werk tentoonstellen. En dat bleek misschien met ons videowerk niet altijd even gemakkelijk te zijn. Het zijn nu 2 of 3 jaar dat we bestaan, dat extreem snel is gegroeid, omdat we eigenlijk in de eerste plaats gewoon in het buitenland aan het werken zijn. I watched David Letterman in Australia. Oh, America. Het is ook de introductie van het concept belching. Het concept van belching is eigenlijk, als je naar theater gaat, is alles meestal gepland met een script. En mensen kunnen het live zien. Wij sluiten de ruimte af met klassieke rode theaterdoeken. En er is geen script. De cameraman filmt alles wat daar achter die wand, achter dat rode gordijn gebeurt. Die filmt alles. En het publiek ziet alleen maar een groot cinemascherm. Ze horen het live, ze ruiken het live. Ze zien het live, maar nooit fysiek. Ze zien het op een scherm. En dan de vierde pijler van de Video Art Attack is een mashup, een clash, een soort van conflict, een soort van spanning tussen bekende makers en jonge mensen die net afgestudeerd zijn. And by doing so, we show the world new possibilities of thinking about. What a marine! Dus die soort van happening, performance, expo, everything. This is an invitation to freedom. Man can save his soul.